Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Dit is mijn birthday vlog. En ja, ik ben nog niet jarig vandaag. We zijn nu met Izzy busy in de bed. We gaan nu mijn auto ophalen, want hij is gewrapt. En het was een verrassing welke kleur die is geworden. En dan ook aan de binnenkant. Dus ik weet echt niet hoe mijn auto eruit ziet. Best wel gek eigenlijk. En morgen ga ik logeren bij Fem, omdat ik niet thuis mag zijn. Omdat de video mijn birthday gaat voorbereiden. Dus ja, we zijn eigenlijk al laat. Het is 4 over, we moeten om 3 uur in Den Haag zijn. Dus ja, ik heb de lipgloss hot chocolate op. Van Sunglaze natuurlijk. En ja, ik zet wel even in de beschrijving de linkjes van mijn lipgloss. Dat heb ik gewoon nog nooit in mijn video gedaan. Kan toch eigenlijk niet. En deze outfit is van Fashion Nova. Kijk, die vetrolletjes komen alweer hoor jongens. Maar dat maakt niet uit. Because you're beautiful the way you are. We zijn nu op weg, ik heb toch nog even snel mijn auto geswitcht. Pilo in de back, dat is ook echt super fresh today, Fashion Nova. We hebben alle twee Fashion Nova aan. Hoe vind je nou dat ik altijd andere haren heb? Elke dag een nieuw bitch. Hé, hey, let op je taal hè. Elke dag een nieuw. Een nieuwe bitch. Nou, we zijn nu onderweg naar Red Masters. Ik ben echt benieuwd wat de kleur mijn auto is. Ja. Wat denk jij? Ik denk groen of zo, man. Groen. Ja, wat denk jij? Het zou wel goed zijn hoor. Groen, hè? Ik denk, nou, ik ga nu kijken hoe het eruit gaat zien. Oké, neem hem maar mee naar achteren. Ja. Handen voor de ogen, ja, nee, mijn wimper. Ja, nee, ja. Oké, je mag niet kijken. Je oké, okay, ja, maar dat val ik, hè. Hey, oké, okay. Stop maar hier. Stop maar hier, is goed, dochter? Ja. Oké. Okay. Oh ja. Heb je mag. Jullie staan er nu niet op, misschien dat je een beetje achter kan staan. Ja, precies. Want ik ga toch niks zeggen. Nee, precies. Oké. Wie wel in beeld is, iets dichterbij. Ready? Yes. 3, 2, 1, yes. Oh, ik moet gewoon zeggen gewoon iedereen. Ja, gewoon je water, sorry. Ja, ja, ik wist dat ik nee, gewoon moest beginnen toch? Nee, hij zou eens beginnen, maar hij is nu een beetje ver weg van jou. Dus gewoon okay. Reden bevoegen. Oké, okay, cool. Yes? 3, 2, 1, yes. Hallo iedereen van de Koponiki hier. We zijn nu in Den Haag bij Red Masters. Ik heb mijn auto laten rappen. Alleen ik weet nog niet welke kleur. Dus ik heb altijd heel veel mes. Ga je nu niet zeggen? Nee, nu hoef ik niet te zeggen. Ik ga zo verder. Nog één keer. Ja, ik denk gewoon zo. Ik denk gewoon zo. Hey, is dat de sleutel van de kastenmaat? Nee. Hey, hoor dit? Nieuwe sleutel? Ja, dat is mooi toch? Ja, is echt. Kijk er nog een keer. Dat was super dik hoor. Van de vlogs. Ja, dit is. Poppen die pop, plop. Kijken welke kant ik moet draaien. Oké, ja, zo kan ik jou draaien. Yes. Hij is van de periode of de oudste. Yes. Zo, hij is ook nog customizer, jongens. Oh, hij is wel heel dik hoor. Hij is wel echt. Zo. Wow guys, dit is de auto geworden. Zelfs de sleutel heeft een kleurtje gekregen.
Wauw jongens, hij past niet bij mijn oranje gordels. Dikke shout naar Rip Masters en Black Bananas. Woesh! Hey, kijk dit! Nou, een dikke shout naar de autoverhuurder. Hij heeft een selfie, hoe heet dat? Een standaard ding is voor mijn vlogcamera gehaald. Nou, we zijn inmiddels thuis. Ik heb snel gedoucht, make-up afgehaald. Ik ben nu aan het koken. Ik heb overdag gekookt. En ik zie jullie morgen weer, want ik moet mijn camera opladen, want hij is leeg. Doei! Een hele goede morgen, guys. Davio is de verjaardag aan het voorbereiden. Het is vandaag één dag voor mijn verjaardag. Dus ik ben bij Davio's moeder gedropt. Ik ben nu met April. Mijn verloren zusje. Ik heb net plaknagels opgedaan. Ze zijn wel echt mooi voor plaknagels, hoor. Dus wat ga jij vandaag allemaal doen? Alles. Oké. Nou, ik ben nu aan het wachten op Femke. Ze komt me straks ophalen. Ik heb mijn jurken en alle spulletjes meegenomen. Alleen, er is één probleem, guys. Mijn haar zou worden gedaan. En ja, alle twee mijn kapsels hebben afgezegd. Dus ik weet niet wat ik met mijn haar moet doen voor mijn birthday. Ik weet niet welke pruik ik op moet, April. Je mandarijnenpruik. Een mandarijnenpruik? Ja. Dat is een goeie. Yo guys, het is inmiddels alweer avond. Avond! Ja, als jullie weten waarom het nu al avond is, we waren ondertussen blokfluit aan het leren. Nou ja, ik ben echt niet zo groot om het gehoor. Sorry voor mijn ding als net. Wat? Ik schreeuwde. Ik ben het echt van je gewend. Je schreeuwt altijd zomaar door die video. Maar hier komen even een paar video's dat we blokfluit aan het spelen zijn. Nou, lekker. Ja, is goed, hè? Nou, dit is een paar uur voordat ik jarig ben. Ik zit even te kijken welke haar ik zou doen. Ik zou eigenlijk haar fixen, maar is het desnog niet gelukt. Dit zijn mijn B-day jurken. Maar ik ga jullie nog niet laten zien, want die gaan jullie morgen zien. Ja, ik ga nu even mezelf ontharen, douchen. Deze pruik even wassen. Hoor je dat ook? Wat? Oh, nee. Oh, deze stinkt wel, hoor. Oh nee. Ik moet echt. We zijn nu lekker pizza aan het eten. Ik heb trouwens deze Trina van Caesars. Thank you very much. Ik heb hem met 3 kleuren gekregen. Maar deze draag ik nu donkerblauw. Nou, ik heb een pizza. Deze is van de Fomar. En ik zeg je eerlijk, hij is echt kapot lekker, man. Ugh, kapot veel kaas heb jij. Echt lekker. Deze twee servers, die lopen maar te bedelen voor eten. Een paar uurtjes. Dus, dan word ik ja 23. Ja. Je kapot van adem. Hé, ze zijn allemaal kapot bij mij, man. Ik kan ook in de kont stoppen. Oh, dat is een goeie. Maar een hele goede morgen, guys. We hebben ons verslapen door Femke, niet door mij. Dus ik zei, kom, we schieten even op. En toen wou ze nog eens blijven liggen. Nou, lekker dan. We gaan nu onze haar en make-up doen. En dan komen we weer terug hier. Dus ondertussen is Icy weggerend. We zijn te laat. Auto's bevroren. Nou, lekker hoor. Gelukkig luistert Brownie wel altijd. Het moet dus niet meer loslopen voor jou. Ik heb al op de kleur, hè? Nee. Jongens, wat denken jullie dat hier naar boven is geschoten? Of het is een UFO of een raket, maar weet het niet hoor. What the fuck? By the way, Femke vlogt ook weer. Dus als jullie deze dag op een andere manier willen zien. Alien invasie! Geloof me, dit is echt. Oké, guys, birthday makeover!
Einstein op dit moment. Max, straks come back for the result. We zijn bij Jemima. Hey, sorry man. We zijn bij Jemima, Femkes in de make-up. Hey, gaan jullie hier niet vechten, hè? Hey, baby. Icy is echt dik opruimen. Ja. Ze is echt fel, ja. Ja, ze... Ik zag die schijnt. Ja. Nou, mijn make-up is gedaan. Dikke shout naar Jemima. Nu alleen mijn haar nog. Nu lijk ik echt op Chucky. Winnie, winnie, wanna, wanna, do love, but do me one time. Hey, Brownie, ben jij er ook nog, jongen? Zo, hé. Er zijn een paar plukjes vanaf gegaan. Nou, zie je mijn bruin daar zo liggen. Kijk in je face, beep. Hey. Well, yo. Dit is mijn birthday. Dit is mijn birthday dress. Ha, Shakira, Shakira. You make women go mad. I'll be your wife. Wacht even kijken dat ik geen nips heb. So be your wife. So my hand in is on my life. Nou, Femke heeft birthday snacks gemaakt. Ga even proeven hoe het is. Hey, houden jullie op? Wat is dit met spinazie? En? Je vraagt, kan je mijn tas aangeven? Kijk waar je tas is. Oh, hier is het link. Ja, is wel lekker. B-day snacks for the girl en? Smaakt lekker. Ik zet even hier wat de Instagram is van de jurken. Ik zet het ook in de beschrijving, dus check ze. Ze hebben hele mooie jurken die je kan kopen en kan huren. Dus ja, ik zou ze vooral checken. Deze is alleen voor de Instagram foto's, want ik heb net dus gemerkt dat ik heel snel een nipslip krijg. Ik had straks een andere jurk van haar aan. Ik heb twee jurken meegenomen. Die ga ik jullie straks laten zien. Die is ook echt heel erg mooi en classy. Classy but sassy. Number 2, classy but sassy, I told you guys. We gaan nu even naar... die foto van mij tegen die witte muur maken dan? Oh ja. Want, we gaan nu even een paar foto's schieten en ja, ik zie jullie later. Is dit mijn camera? Oh ja, dat is voor mij. Pauw, pauw. Oeh, maar met hakken ben je echt een reus. Nou, ik werd net gebeld dat ik mag komen. Davio is letterlijk al 2 dagen bezig met het voorbereiden van mijn birthday. Dus ik ben echt heel benieuwd wat hij heeft gefixt. Ik vind het sowieso echt al lief dat hij iets voor mijn verjaardag doet. Dit is ook echt de eerste keer dat iemand iets organiseert voor mijn verjaardag. Dus dat vind ik sowieso echt super lief. Davio, als je dit ziet, I love you. Ik krijg echt letterlijk geen adem. Dus we gaan alleen foto's maken en dan moet dit echt meteen van mijn lichaam af. Want I am not made for this. Maar de jurken zijn echt kapot mooi. Oké, okay. Hey fam. Fam, ben je klaar? Ik ging zitten en ik kill mezelf gewoon in deze dress. Volgende keer maatje groter man, ik kan niet eens bewegen. Het is bijna zover. Oh, ik ben echt benieuwd hoor. Ja man. De dag. De grote dag. De grote dag, hè? De grote dag. De grote dag. De grote dag. Oh. Hallo. Oh, wat toevallig dat je hier bent. Ben je jarig vandaag? Nee. Ja, zo. Alles goed? Ja. Ja, we mag weer hoor. Zo. Hij zit vast aan de ballon. Oh, wat is het beste? Touch my face.
alleen dat. Nou jongens, 1 februari is de drop van First Jewelry. Laten jullie even jullie First Jewelry zien. Alles nieuw. Hey. En even een hele dikke shout-out naar de opmaak. Nou dat, ik zeg je eerlijk. Thank you baby voor de geweldige verjaardag. Oh ja, dikke shout-out Caesars voor de naast. Je had ook zo'n vriend? Oké, dit ga ik gewoon. Nou jongens, dit is een oproep voor Chanel. Ja, oh ja, als er een lieve man is, als je I'm searching. Nou ja, wat voor soort man wil je? Ja, gespierd, tattoos en een man die mij aan kan. Met werk. Met werk, ja. Als je... Elke man die nu kijkt en denkt, hey, dit is wel een leuke chickie, stuur er een DM, X Chanel, toch? En slijt in mijn DM. X en dan G-E-N-E-L. Ja. Eeuw, vies put. Wat vond je van je verjaardag? Om 8 uur volgens mij of 8:30. De mensen die er toen nog waren kregen een tasje mee van onze sieraden, First Jewelry. En ik ga nu lekker ontbijtje halen, croissantjes. Het perfecte ontbijtje is een lekker vers stokbroodje. Denk ik met een omeletje en een paar croissantjes en chudagaans. Dus dat ga ik even halen. En ik denk dat ik gewoon lekker de troep laat liggen voor vonnen. Want de jarige mag het natuurlijk opruimen. Oh ja, trouwens. Die bloemen, wat ik zei, zijn dus van Madina en van Shiro's. Dus die zijn gemixt door elkaar. En we hebben een heel leuk plantje gekregen van Chanel. Beetje kleur in huis. Is ook wel mooi eigenlijk. Ja, eigenlijk is die wel mooi. Ik ga niet voor je liegen, is wel leuk. Altijd leuke cadeautjes krijgen. En dan helemaal als het een plant is. Nou, ik ga even alle flessen opruimen. En lekkere boodschapjes doen. Ciao. Nou, dit is de day after. Goedemorgen. Nee. Goedemorgen zonder zorgen. Hoe was je verjaardag? Dat was echt leuk, man. Ja? Ja, ik vind het eerlijk dat je het toch echt heel mooi opgemaakt. Dat allemaal in je eentje. En dan vraag ik je één ding en dan is dat te veel gevraagd. Ja? Ja, oké, nou. Opruim ze. Ik heb mijn nagels kwijtgeraakt. En hoe vond Brownie het? Die vond het niet leuk, hè, met al die ballonnen. Nee, hij is echt bang voor ballonnen. Nou, Fono, zie je al die ballonnen? Mag jij opruimen? Ja. Nou, guys, het is de day after van mijn B-day. Het staat hier nog allemaal heel mooi. En ik krijg nu een cadeautje van April, Davia's zusje. En Davia wil me niet vertellen wat voor cadeautje hij voor me heeft. Maar hij heeft me wel een hint gegeven. Wat was die hint ook alweer? Daar zit een cadeautje. Oh, daar zit een cadeautje. De hint was? Voor mijn cadeau. Wat je ja, nog, wat heb ik ook alweer gezegd? Wat had ik jou gezegd? Kijk, veel mensen denken dat het een verlovingsring is, maar ga je eens even een hintje geven, want ik heb al een hint gegeven dat best wel heel veel mensen in Nederland het niet leuk gaan vinden om te zien. Dat ze wel even gaan schrikken. Oh. Ja, zeker weten. Dit is erbij. Nou, ik ben benieuwd wat ik krijg. Dit is April's cadeautje. Wil je nog verder? Wat lief. Er zit een tekening in. 2 of 1? Eentje. En de unicorn kan je het om je fietssleutels zetten. Eentje. Oh, deze gaat direct aan mijn sleutelbos. Kijk, ik heb een sleutelhanger gekregen van een eenhoorn. Die is echt heel mooi. En een tekening. Ik heb je tegeltje ook nog, hè? Oh ja. Oh. En een mooi clipje. Oh, die is weer in mijn haar. Ja. Oh,
Mijn pruik zit nu sowieso echt heel slecht. Kijk hier, man. We hebben nog gewoon 3-4 pruiken. Zie je mooi? Even kijken. Gewoon wat dat bakken. Wauw. Gefeliciteerd. Fone beef. Fone beef. Wat staat daar? Wat staat hier? Ik probeer hier aan te schrijven. Oh, en kijk hier. Er staat fone beef. Fone, ja. Dankjewel. Wat een mooie cadeautje. Nou guys, dit is alweer de day after. Ik was vergeten mijn vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Helaas heb ik ook slecht nieuws. Ja, alleen voor mezelf. Ik heb 2 gaatjes in mijn kiezen. En ja, dat is echt mijn grootste nachtmerrie. En wat ook echt een grote nachtmerrie is, is dat er iets met mijn kroon is. En ik moet waarschijnlijk weer terug naar Turkije. Dus ik ben nu echt heel erg chagrijnig. Maar ja, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal.